Als ik een jaar lang gratis leven zou winnen, dan zou ik vaker op vakantie gaan, denk ik. En eindelijk wel sparen, want dat lukt met de kinderopvangkosten echt niet. Ik zou een boek gaan schrijven, een fantasyboek. Ik zou het liever weggeven aan iemand dan dat ik het zelf zou gebruiken. Ik bedoel, ik heb het goed. Ik zou het aan mijn kinderen geven. Ik heb het zelf prima. Ik zou denk sparen voor een huis. En ik wil eigenlijk ook nog wel een auto. Mijn vrouw is zwanger. Dus we hebben heel veel dingen die we moeten kopen. Dus heel veel babydingen, denk ik. En wat voor auto zou je kopen? Ja, bescheiden. Bescheiden Volkswagentje, een polootje of zo. Voor mijn vrouw zou het dan weer mooi zijn als we een leuke vakantie zouden kunnen doen. Zij is gek op vakantie. Voor mij hoeft het iets minder. Dus als ik zoiets zou winnen, ja, dan heb ik zoiets. Dan is zij ook weer dubbel blij. Ik zou gaan reizen. Ik zou eigenlijk mijn hele reis dan kunnen bekostigen van het geld dat ik niet uitgeef aan vaste lasten. We zijn dit jaar 50 jaar getrouwd, dus we zouden lekker met de kinderen weggaan. Ja. Mallorca, daar wilden ze naartoe. Naar Ida in warms. Ik denk dat ik vaker naar tropische oorden waar het wat warmer is zou gaan. Thailand of Bali of zo, of Curaçao. Zo naar Zuid-Amerika, Midden-Amerika en al mijn vrienden hun studieschuld proberen af te betalen. Ik ga zeker meedoen.